Ja, vrienden. Hij is jarig. Ja, 74 is hij geworden. Ja, Johan Derksen. Ja, ik weet gewoon. En onder de volgers zijn heel veel liefhebbers en fans van het programma Vandaag Inside. Ja, en die volgen die Derksen al jaren en jaren lang. Maar ik ken die Derksen natuurlijk al heel lang, vrienden, vroeger. Wij zijn opgegroeid samen als sportjournalistjes. Ja, en dan kwamen we elkaar regelmatig tegen. En dan hadden we heel veel plezier. Maar ja, Johan Derksen, ja, die kan zomaar heel leuk tegen je doen. En geweldig en aardig. En dan heb je een hele dolle avond en niks aan de hand. En het volgende moment, dan pakt hij je aan en zaakt hij je af. En dat deed hij bij mij ook wel eens. En dan hadden we bijvoorbeeld hele leuke gesprekken gehad. En dan zag ik 3-4 dagen later in het blaadje van hem in de Voetbal International. En dan brandde hij mij werkelijk helemaal af. Bleef niets van mij over. En dan kwam ik hem weer tegen en zei: Johan, waar is dat nou voor nodig? Waarom moet je mij zo verschrikkelijk afzeiken? En dan zei hij alleen maar: ja, ik had even geen onderwerp. Oh, Johan, nee, ik had geen onderwerp. En ik dacht van, nou ja, weet je, dan pak ik jou gewoon maar even. Dus zo serieus moet je het nemen, vrienden. En sindsdien heb ik dat ook gedaan, want op tv heeft hij mij ook nog wel eens een paar keer te grazen genomen. En toen dacht ik, ja, waarschijnlijk weer bij een gebrek aan een onderwerpje. En dat zal wel, ja. Maar ja, dat doen jullie ook. Jullie als fans, jullie nemen het ook wel met een korrel zout. Ja, want dat zie ik gewoon. Want dan zijn jullie het niet met hem eens. En dan zeggen jullie ook: hey Johan, maar je zit gewoon uit je nek te leuteren. En wat is dat voor gezwam? En ja, dat gebeurt gewoon, want daar zit het programma naar. Het programma is natuurlijk wel helemaal goed gescript. En is redactioneel, zit dat heel goed doortimmerd in elkaar. Met de onderwerpen, dat staat allemaal vast. Alleen wat er tussendoor gezegd wordt, ja, dat is gewoon kroegpraat, vrienden. Ja, en dat maakt het nou juist ook wel weer heel erg lollig. Ja, kijk, en Johan, die is iets minder aan het afzeiken geslagen de laatste tijd. Zoekt het iets meer in de humor. En dat gaat het wel de betere kant op. Maar ja, het blijft kroeggezwets, dus dan krijg je zo'n kaarsverhaal, hup, en de boel ontploft. Of hij zegt ineens van, ja, Atje Kuiken, die vind ik geweldig. Ja, en een week later roept hij even, Atje Kuiken deugt helemaal niet, dat vind ik verschrikkelijk. En die, ja, dat kan zomaar. En dat doe je in een café ook. Ene week beweer je dit, volgende week beweer je dat, niks aan de hand. En de fans, ja, die horen dat wel en die zien dat wel, maar die laten dat allemaal toe. En dan krijg je ook zo'n discussie als met Angela de Jong, ja, over die Johnny de Mol. En dan zie je gewoon, dat ja, daar komt hij dan helemaal niet uit. Hij lult zichzelf helemaal vast en hij verliest het ook, die discussie. En dat weet hij ook wel, maar dat duwt hij maar door. Dan komt hij volgende dag, zegt hij van, ja, dat was niet zo geweldig en klaar. En zo zit het gewoon in elkaar. En het is natuurlijk ontzettend knap als je toch op deze leeftijd, 74 jaar, want hij is wel de man van het programma. Zoveel is toch duidelijk voor iedereen. Ja, dat je dan gewoon de Jinek en op één en gewoon met kilometers verslaat. Gewoon door daar te gaan zitten. En ja, ik heb al eens gezegd, hij was de nationale azijnman. Maar dat verander ik toch in de nationale wijsneus. Want dat is hij gewoon. Ja, iedereen wil toch weten wat vindt Johan ervan. Ja, en dan kijk je even. En dan ben je het mee eens of niet. Of je denkt van, nou ja, laat maar gaan. Maar dat is het gewoon. De nationale wijsneus. Hey, Johan, van harte gefeliciteerd.